16 oktober is door de Food and Agriculture Organization, FAO, uitgeroepen tot Wereldvoedseldag. Op deze dag wordt er extra aandacht besteed aan voedselzekerheid. In dat kader heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een aantal activiteiten gepland dat uitgevoerd zal worden onder het thema Change your future in migration, invest in food security and development. Een van deze activiteiten is een minibeurs en cookout die vanmorgen op het terrein van LVV is gehouden. Dierenarts, stewardess, advocaat, wat nog meer? Oké, maar niemand wil een landbouwer worden. Dan hoe gaan we eten straks? Want als jij dokter wordt en jij wordt stewardess, wie gaat voor je eten zorgen? Wie gaat voor je vissen zorgen? Waar gaan je kippen vandaan komen? Dus wij willen ook landbouwers hebben. En ik weet het, je moeder gaat zeggen, liever geen landbouwer. Want het is hard werken en vissen is hard werken. Maar dit is een techniek, dit is een hele eeuwenoude techniek. Deze techniek bestaat al heel lang. De juf zal het jullie misschien ook uitleggen. De tijd van de Inca's en de Maya's gebruikten ze dit systeem al. Ashwin Ramdin, onderdirecteur landbouw van het ministerie van LVV, zegt dat het ministerie weet dat er vergrijzing plaatsvindt in de agrarische sector. Het ministerie probeert daarom met deze activiteiten belangstelling bij jongeren op te wekken. Dus de gehele week door, tussen 8 en 16 oktober, jaarlijks hebben wij dagelijks activiteiten waarbij we de agrarische sector extra belichten. Vandaag zijn wij hier, we hebben een mini-tentoonstelling en een cook-out. Waarbij we ook onder andere, als ik het goed heb, 4 scholen hebben uitgenodigd om ook te mogen participeren in de tentoonstelling en de cook-out. U weet, al jaren praten wij dat er een vergrijzing is in de agrarische sector. Jongeren zijn niet geïnteresseerd of heel weinig zijn geïnteresseerd om in de sector te gaan. Men zit meer mogelijk in ICT en dat soort zaken. En vanuit LVV proberen wij nu zoveel mogelijk via activiteiten de jongeren vooral te mobiliseren, te stimuleren om uiteindelijk te gaan kiezen voor de sector, voor de agrarische sector. Ashwin Ramdin, onderdirecteur landbouw van het ministerie van LVV. Hij sprak vanmorgen tijdens de minibeurs en cookout die het ministerie in verband met Wereldvoedseldag 16 oktober heeft georganiseerd.